meetbaar en onbevangen. Welkom bij Vechten met Moskowitz. Met aan tafel geen losse vlodders, maar echte mensen. Vechten met Max Moskowitz. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 5 en 6 uur. Op Good Life Radio. En welkom bij een nieuwe aflevering van Vechten met Moskowitz. En vandaag hebben we een gast. Ja, ik kan hem niet anders introduceren dan als El Guapo Bas Rutte. De vierde zwaargewicht in de UFC kampioen. En ook de eerste Nederlandse UFC zwaargewicht kampioen. En tegenwoordig een Hollywood filmster. Sportcommentator, tv-persoonlijkheid, podcaster. De lijst is eindeloos. Welkom Bas in Vechten met Moskowitz. Goedemorgen, goede avond voor jou. Ja, dus, geen filmster hoor, dat ben ik niet. Ik verdien mijn geld niet met films, dus ik ben geen professional actor. Nou ja, kijk, voor Nederlandse begrippen heb jij natuurlijk wel meer in Hollywood kunnen ondernemen dan menig acteur in Nederland zich ooit had kunnen wensen. Dus wat dat betreft props Bas. Dankjewel. Ja. Ik heb een hoop lol mee gehad. Het is zonde, want ik zou een hele goede film hebben gedaan dit jaar. Nummer 2 van een andere, mag niet zeggen welke. En dat was een badass film. Dus keek ik er zo naar uit. En dan COVID kwam bij, verlangs en afgelopen. Dus hopelijk kom ik terug. En hoe beleef jij COVID daar in Los Angeles? Want hier zitten we weer in een full-on lockdown sinds eergisteren. Ja, zelfs hier. Het is gewoon zo belachelijk. De gym, alles moet. Iedereen verliest een. Zijn businesses, weet je niet. Ja, soms kan ik even moeilijk voor mij om te komen op in Nederlandse woorden. Dus moet ik even mee worstelen. Maar iedereen is de economie gaat naar beneden toe. Actually, die economie gaat nog steeds goed hier. Maar iedereen raakt zijn baan kwijt. Is zo vreemd. Ja, in Nederland zien we inderdaad ook met name de jongens in de kickboxwereld die hun eigen sportscholen hebben. Die kunnen geen les meer geven. En iedereen struggelt op die manier om het hoofd boven water te houden. En de mensen willen het liefste gewoon sporten, kunnen blijven sporten. Het is echt doodzonde. En in Amerika, bij jou, is jouw sportschool nog open? Nee, maar we hebben het wel voor de privéleraar open gehouden. Dus ze kunnen de achterkant binnenkomen en iedereen, of course, met maskers binnen. En we zorgen ervoor dat het maar, zeg maar, we hebben, ik weet niet meer in een vierkante meter is, maar het is een grote sportschool hoor. En ik denk dat we 12 man per uur kunnen hebben, zeg maar. Dat doen we, dus dat everybody can social distancing. Ja. Nou ja, goed, het is roeien met de riemen die we hebben op dit moment. Gelukkig zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Dus het is wat het is. Hey, Bas. Even over, om jou toch nog heel eventjes te recapituleren voor de luisteraar. Jij bent begonnen als met taekwondo. En voor de kenner die weet dat kwam voort uit een niet heel erg leuke jeugd. Kun je daar misschien nog iets over vertellen? Ja, ik had een heel erge huidziekte, eczeem. Ik was heel erg dik op mijn handen en op mijn armen en op mijn gezicht. Dus ik was de melaatse in school. Zo noemden ze me, de melaatse. Hey Bas, pas op dat je handen er niet afvallen of je voeten er niet afvallen. Was altijd zoiets. Ja, dus ik werd heel veel gebullied, elke dag. Maar toen zag ik een film van Bruce Lee, toen ik 12 was, met mijn broer. Zagen we in Frankrijk, we waren op vakantie daar. We hadden naar binnen gesneakt, want we waren 17 jaar en ouder. En dat was Enter the Dragon van Bruce Lee. En wat deed dat met jou? Dat deed alles. Ik dacht meteen, hey, dat is een kleine kerel, die is niet groot. En die slaat iedereen om elkaar. Als ik dat dus kan, dan kan ik dat ook doen met de bullies. Dus kwam ik thuis, heb mijn ouders gevraagd. Het heeft 2 jaar geduurd. En na 2 jaar braken ze eindelijk, want ze dachten altijd dat het geweld was. Weet je niet? En mijn buurmeisje was een heel knap buurmeisje, die was. Die deden de coolest guy in town, Xavier. En hij nam mij onder zijn wing, zeg maar, naar de adults, naar de volwassen taekwondo. En binnen maanden begon ik volwassenen in elkaar te trappen, weet je, met schoppen naar het lichaam en zo. Dus mijn confidence begon te rise, zeg maar. En ik hoorde ze ook over praten over mij. Oh mijn god, heb je dat kind gezien? Bas heeft net Jacob neergeschopt. Of iedereen allemaal lachen, weet je. Maar dat kind heeft een hoop talent. En als je dat op een gegeven moment gaat horen. Dan geloof je het. En toen kwam ik in het gevecht met de grootste bully in mijn school, Shaki. Ja. Hoe is het met Shaki? Ik heb geen idee. Helemaal geen idee. Maar dat ging verkeerd. Eén klap en het was afgelopen. Maar er was een probleem, zijn neus was gebroken. Hij was oud. En iedereen, als zijn vriendjes stonden onder mij, ik was helemaal omcirkeld met 6 man met fietsen. Maar niemand durfde iets te doen. En dat was het. Ja. 95% van de bullies stopte die dag. Toen is het afgelopen. Maar toen kwam de politie natuurlijk op de doorstep met mijn mama en dad. En die vond het natuurlijk niet leuk, want zijn neus was gebroken.
En toen moest ik meteen van taekwondo af. Nou, ik moet ook wel zeggen dat mijn ouders nooit geweten hebben dat ik gebullied was. Mijn moeder had heel veel werk met mij. Ik moest elke avond mijn handen inzwachtelen. De hele familie stuurde oude bedlakens in die ze dan kapot in reepjes konden maken. En dan konden ze me mee verwachtelen, zeg maar. Inzwachtelen. Wauw. De taal kwijt te raken. En dus ik wilde ze niet meer druk geven. Dus ik heb nooit gezegd dat ik gebullied was. Dus je nam eigenlijk ook je ouders een beetje in bescherming wat dat betreft? Ja, en ik weet zeker als mijn vader had geweten, dan had hij gezegd, hij blijft eronder. Dat weet ik zeker, weet je niet. Maar ja, op dat moment denk je dat niet natuurlijk, want je hebt net iemand zijn neus gebroken geslagen. Ik ben bang eigenlijk, want de politie showed up. Dus was zonde. Ja, maar dus, ja, maakt niet uit. Dus ze konden het causale verband op dat moment nog niet maken, maar... Ja, hey, dat heeft natuurlijk wel je leven veranderd, hè? De kennismaking met Bruce Lee en daarna taekwondo. Wanneer kwam eigenlijk de stap naar het kickboksen? Dat kwam best snel. Ik deed dat taekwondo was een Shintai karate. Het was een vorm van taekwondo leraar, Roland Janssen, een hele goede leraar was het. Had ik hem mee getroffen. En dat was een Shintai karate, noemde hij. Dat was met werpen, wat heupige worpen, van die soort dingen hadden erin. En ik denk, mijn gele band of mijn oranje band begon ik altijd thaiboxen. Ik wilde gewoon competitie doen. Dus ik ging naar sportschool Rijntjes in Eindhoven en daar begon ik te kickboksen. Daar werd ik geïntroduceerd door de Leverstoot. De eerste klas sloeg iemand mij neer, wat ik nog nooit meegemaakt had. Dus dat was... vreemde gewaarwording. En zo ben ik op een gegeven moment gewoon gaan kickboksen. Ik denk dat 2 of 3 maanden nadat ik de kickboksschool binnenkwam, begon ik te competen. En was dat hetzelfde als met taekwondo? Begon je al snel een ritme te krijgen en begon je de grotere of de ervaren jongens te verslaan? Nou, het ging wel snel en ik was gewoon heel erg sterk. Maar ik had nog niet de klik, zeg maar, van... Het is heel makkelijk om in een dojo te vechten. Dat kan iedereen. De echte truc is, kan je het onder druk doen? En ik had dat nog niet echt in de gaten. Weet je, Peter Aerts en al die jongens van mij, die hadden, of hij nou een brood gaat kopen of die nou gaat vechten, voor hem is hetzelfde. Maar ik had dat niet. Dus ik was gelukkig wel geblast met een veel kracht, maar ik sloeg gewoon iedereen in elkaar. Maar het was niet technisch. En toen ik op een gegeven moment A-klasse begon te vechten, dat had ik trouwens nooit moeten doen, want ik kwam pas 4 weken. Oké, dus het verhaal. Dus op nieuwjaarsavond ben ik een portier bij de Galaxy in de Bos. En een promotor komt naar me toe en die zegt, hey, wil je vechten? Op dat moment heb ik 3,5 of 4 jaar helemaal niks gedaan. Ben ik portier geweest, dus je weet dat leven. Hè? 5 uur in de ochtend word je wakker, dan ga je naar de afterparties. Helemaal naar de kloten. Dus en ik met mijn dronken hoofd zei ik, ja, wie? En zeggen ze, Frank Lopman. Ik zei, de Animal? Ja, ik zei, ja, dat is goed. Dus een paar weken later, of een maand en een half later, belden ze me op en ze vroegen waar de posters naartoe gezonden moeten worden. Ik zeg, welke posters? Hij zegt, van het gevecht. Ik zeg, wie is vechter? En hij zegt, jij. Ik zeg, ik? Tegen wie? Hij zegt, Frank Lopman. Ik zeg, wanneer heb ik dat gezegd? Oh, nee. Ik zeg, niet meer bij nieuwjaarsavond. Ik zeg, wow, oké. Weet je niet? Ja, dat weet ik nog. Man van mijn woord, weet je niet. Maar ik had nog maar 3,5-4 weken om te trainen. Dus ik kon nog niet eens touwtjes springen de eerste 20 minuten toen ik terugkwam. Niet als de zee, die partij verloor ik. En toen, by the way, al was ik in conditie geweest, had ik die partij nog verloren. Want zoals ik al zei, ik had het nog niet onder controle. Mijn echte controle is vanaf het eerste moment gebeurd in Japan. Daar is het echt onder controle gekomen. Dat was heel erg vreemd. Van de een op de andere dag was ik compleet hetzelfde zoals ik in training was. Je zei, toen... je hebt wel eens gezegd in een interview van, ik zag in retrospectief, als ik de beelden terugkijk, dat ik veel meer rust in mijn gezicht had. Dat er een bepaalde grimas was die je had voorheen. Waardoor... Alles. Ja. Ja. Alles wat ik deed was, je zag, elke foto was zo. En in Japan was het in één keer zo. Weet je, er waren geen emoties meer. En ik hoorde alles. En ik hoorde Engels praten op de eerste rij. En ik wist precies wat ze zeiden. Ik luisterde ook altijd naar mijn corner, naar hun corner. Weet je, want ze praten Engels. En ik praatte altijd Engels met mijn corner, met mijn Nederlandse corner. Maar ik zei gewoon hele gekke dingen. Gewoon om in hun hoofd te gaan. Weet je, hey, waar gaan we vanavond partyen? Wil je terug naar Motown gaan? Motown was niet zo leuk de laatste keer, weet je. Ja, oké, gaspanic. Oké, goed. En dan ging ik weer door, weet je. Maar hun denken natuurlijk. Wat denken zij aan toen? Waar is je nou over aan het praten? Over partyen? We zijn aan het vechten. Snap je? Ik probeerde gewoon iedere keer van die kleine gekke dingen te doen. Ja, en waar lag het aan, denk je, dat je ineens die rust had hervonden? Was dat misschien de rust in het stadion in Japan? Want die mensen waren stil. En in Amsterdam was het gewoon het hol van de leeuw, bij wijze van spreken. Overal in de wereld weet iedereen het beter dan jij. En in Japan begrijpen ze dat jij de professionele bent. Ze hoeven waarschijnlijk niet te vertellen wat je moet doen.
En dan is het helemaal compleet stil. Maar wat er ook gebeurd was, ik dacht dat we 5 rondes of 4 of 3 rondes moesten vechten. En er waren geen wegingen. En ik denk, dat is zo vreemd, weet je. Waarom is dat niet? En de volgende dag, maar ik dacht van, ja, die Japanners die zijn, ze zijn bekend dat ze eerlijk zijn. En ik vecht de Japanner, dus het zal wel goed zijn. En de dag daarop het vechten, komt er een hele grote Japanner naar mij toe. En hij zegt, hey, a nice meeting you. Shake his hand. Hij zegt, are you the promoter? En hij zegt, no, I'm fighting you tonight. Ik zeg, you're fighting me. Hij zegt, how much are you, what's your weight? Hij zegt, 235. En hij zegt, wat ben jij? Ik zeg, 197. En toen kwam de promotor eraan. Ik zei, is hij niet te zwaar? Hij zegt, nee, meneer Rutte, er zijn geen gewichtsklasses in Pankras. Ik zei, oh, goed. En gewoon bluffen natuurlijk. Ik zei, oké, hoeveel rondes vechten we trouwens? Hij zegt, 1. Ik zeg, great, hoeveel minuten? Hij zegt, 30. Oh, shit. Yeah. Weet je niet? En toen, ik denk dat die combinatie, dat weten, dat als ik de eerste 1,5 minuut me eigenlijk helemaal leeg sla, en die vent die gaat niet neer, want die Japanners die zijn erom bekend dat ze heel erg tof zijn. It's gonna be a bad day. 28,5 minuut te gaan. Dus daar heb ik hele grote R met een benzinestift op mijn hand gezet van rustig. En het enige wat mijn corner, als iemand mij slaat, en die partij werd ik niet geraakt, maar als, door mijn hele carrière, als je iemand mij raakt, dan hoor je mijn corner alleen maar zeggen, rustig, want ik ben een heet hoofd, weet je niet, en ik wilde meteen in elkaar beuken. Maar dat was het. In één keer was ik helemaal... En toen begon ik te vechten zoals ik in de dojo vocht. Jij vertelde een verhaal dat je aan de deur stond, je hebt met Frank Lopman gevochten, je kwam er in Japan achter dat je... dat er geen gewichtsklasses waren en dat het een rondeloze 30 minuten matten was. Waardoor jij de rust in je spel had hervonden. Of gevonden eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk... ik ben een trouw beluisteraar van onder andere Joe Rogan. En daar heb jij toevallig wat hele mooie anekdotes verteld. Ook uit de tijd dat je aan de deur stond bij discotheken. Ja. Maar het mooiste verhaal, en nu wil ik even kijken of dat echt waar is... Heb jij ooit een Rottweiler KO getrapt? Ja, wat er had was ik woonde met mijn ex en we woonden bij haar moeder. En ze had een boyfriend en die had een grote Rottweiler. En we hadden een klein hondje. En de eerste 3 dagen waren we nog niet weg geweest met de honden. En ik denk dat er een territorial ding aan de hand was, maar wat we niet zagen. En toen gingen we naar buiten toe, en dat hondenpark. En op het moment dat we de honden losmaakten, de Rottweiler pakte meteen in zijn nek. En... Wel, hij zou eraan gaan, dus ik roep tegen die vent, ik zeg, hey, zorg ervoor dat hij loslaat. Hij zei, ja, ik weet niet wat ik moet doen, want hij luistert niet. Dus ik schopte die Rottweiler aan de zijkant op zijn hoofd, dat hij onze hond eruit viel. En meteen ging hij naar mij, zijn haren gingen helemaal omhoog, dus toen gaf ik hem een low kick op zijn kop. En ja, die was oud. Hij was zo scary, hoor. Want die kerel, Theo, aardige vent, 2 maanden geleden ook gezien, actually. Die zei, je hebt mijn hond doodgeschopt. Ik zei, nee, ik ben aan het kijken, ik zie hem ademen. Ik zei, oh, hij ademt, dat weet je niet. In één keer werd die hond wakker. En dat is net als een persoon. Hij stond helemaal zo wankel op zijn... En hij was shit zo, en hij ziet mij, en hij hoort, doet hij weer. En ik stap naar voren, en zeg, wat? En hij... Ik kom me aan. Ik weet nog dat ik van die kung fu schoentjes had, en die kon ik niet meer aan, want die waren helemaal, mijn voeten was helemaal opgezwollen. Oh. Dat is niet... Ja, zo'n kop van zo'n Rottweiler is natuurlijk ontzettend hard. Ja, dat heb ik gemerkt. Hey, kijk, om even een sprongetje te nemen. Er kwam een tijd dat jij de overstap maakte van het kickboksen naar MMA. En daar heeft Chris Dolman, de legendarische Chris Dolman, een grote rol in gespeeld. Kun je nog even aan ons vertellen... hoe het zo kwam dat je met hem in aanraking kwam en dat je hebt doen besluiten om verder te gaan in het MMA? Oh, ik had die partij verloren tegen Lopman. Ze had tegen een Fransman gevochten. Dat was ook weer een heel verhaal. In ieder geval, het ging niet goed. Er was een partij heb ik nog gehad met René Rozen. Die beet een gat in mijn oor. Toen kniede ik hem in zijn ballen. Hij ging naar beneden. Heel het publiek begon te vechten. Want hij had zijn vrienden bij. En ik had al mijn portiervrienden bij. Dus het was één grote knal. Want toen kwamen ze gelukkig achter dat hij... Wat de referee zegt. Waarom heb je dat nou gedaan? Ik zei, beet in mijn oor. En toen keken ze. En er was een gat. Hij had gewoon een clean gat door mijn oor heen gebeten. Dus... Ik had het gehad met kickboksen, weet je niet. In één keer, ik vocht al mijn eerste 9 partijen, word ik bij knockout. En in één keer verloor ik een partij tegen Lopman. Ik was de ergste vechter die er was. En ik was er over de zeik mee. Dus toen ging ik die martial arts shows doen. Choreographed fighting. Samen met Roland Jansen, die mijn taekwondo leraar was. Juist. Weet je niet, met pakjes aan, opgepompte lichaampjes. En met stokjes, tik tik tik, nunchucks. En met al die soort dingen gingen we vechtshows doen.
En die werden steeds groter. En we waren op een van die shows waren. We kwamen bijvoorbeeld op als ik naar de ring zou gaan. Als we in de break, in de pauze, hadden we dan iets. Dan gingen we met backflippen gingen we naar de ring toe, weet je. Dus toen Chris Dolman stopte mij. En hij zegt, hey, ik ken jou nog van, ik ken je nog van vechten. En nu zie ik al die gekke pirouetten maken en somersaults en alles. Ik denk dat je misschien wel goed bent voor de free fighter. Free fighter, ik zeg maar, free fighter. En toen legde hij uit tegen mij wat dat was. En ik zei, ja, en dat betaalt. En hij zei, ja, dat betaalt. Ik zei, ja, dat zou ik wel graag willen doen. Dus ik ben een keer daar gaan trainen. Toen had ik weer een blessure. Eerste training trouwens helemaal uit elkaar getrokken. Ik weet niet of ik mijn auto heb geparkeerd op de terugweg naar Eindhoven. Dat ik mevrouw belde. Ik had een van die eerste cellphones vroeger. En dat ik zei van, hey, ik ben... Ik lig te slapen in een auto, ik ben helemaal naar de kloten. Ik moest liquid food drinken voor 3 dagen. Oh my god. Want ik dacht dat ik verwerkingen kon houden, weet je niet? Op de windpipe. Geen bloedverwerking, maar op de windpipe. Dus ik gewoon van niet afkloppen, weet je niet? Maar ik kon natuurlijk helemaal niet meer slikken. Oh, hele nachtmerrie. Dus weer een blessure hier, blessure daar. Maar toen op een gegeven moment ging mijn telefoon. En ik belde, ik nam nooit mijn telefoon op. En mijn answering machine was ook kapot. En op een of andere manier loop ik naar de telefoon. En ik weet dus dat ik de telefoon pakte. Ik naar mijn vrouw keek van... Ik pak hem op, waarom pak ik hem op? En dat was Chris. En hij zei, je moet nou een auto springen, je moet nou naar Amsterdam komen. Want er zijn 2 vechters hier uit Japan. En die zoeken naar nieuw talent. En ik denk dat je wel een kans hebt. Dus ik in de auto naar Amsterdam. En toen kwam ik in een scoffel met een van hen zijn vechters. En dat ging hard. Die schopte ik op een gegeven moment op zijn kop. En die ging neer, want hij probeerde mij neer te halen. Want ze waren aan het filmen natuurlijk. En dat was het. Zijn Funaki en Suzuki. En ook, ze vonden het heel indrukwekkend dat ik over de ring... Ik kon gewoon de ring in... Ik ging voor de touw staan en sprong ik over de touw heen. En daar waren ze allemaal foto's aan van maken. Ze zeiden, hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je dat nou doen? Weet je niet? En dat vonden ze helemaal te gek. En daarom wilden ze dat ik kwam vechten in Japan. Ik zei, wauw, dat is een echt een goede reden. Weet je niet? Voor de show. Hoog springen, ja. En dat was het, in Japan. Ja, nu heb ik wel begrepen van een andere legendarische kickbokser, Ernesto Hoost, dat jij hem wel echt hebt verbaasd. Want jullie waren een keer volgens mij bij die klimwand in Schorl, waar volgens mij ook het leger traint en zo. En hij heeft jou daar iets zien doen wat hij nog nooit een mens mogelijk voor had gehouden. Wat was dat ook alweer? We deden een teamkamp. Dus al die sporters, dat was met Tom Haring en iedereen, moesten een teamkamp doen. Allemaal van die gekke dingen. En een van de teamkamp onderdelen was een muur beklimmen. Wie het snelst kon zijn aan de top. En ik was toen heel erg sterk. Ik kon me eigenlijk 9 keer optrekken met 1 arm. Dus ik kijk naar de leider van ons en ik zeg van... Hé, luister, ik denk niet eens dat ik mijn voeten hoef te pletsen. Ik denk dat ik gewoon van 1 gat naar 2 gat en mijn eigen gewoon omhoog kan trekken. Hij zegt, denk je echt dat je kan? Ik zeg, ja, dat weet ik wel vrijwel zeker. Dus toen deed ik dat. En toen brak ik het record van die muur. Dat was het laagste, want nooit had iemand zo snel gedaan. Toen hebben ze die kerel gebeld, die het record had, die kon het niet geloven, die is toen overkomen rijden. Bij dat moment hadden wij al gewonnen, dus we waren al aan het drinken. We drinken nog steeds 1,5 seconde sneller of zo. En we praten over 7 seconden naar 5,5 seconden, weet je, dit is ook heel erg snel. Zo. Ja, dat was een cool moment, zeg maar. Ja, ja. Nou, dat host die zei dat hij toen echt een klein beetje met zijn kaak op de grond zat. Ja, leuk. Dat is wel een mooi compliment ook, vond ik. Ja, freaking the Mr. Perfect. Mr. Perfect, ja. Yeah. Wat een held. Maar Ernesto Hoost, die zit natuurlijk een beetje in de gouden K1-generatie. Met Peter Aerts, Sam Schild, Remy Bonjasky, nou noem ze maar op. Ja, Badr Hari zat er ook nog wel een beetje bij en Alistair Overeem. maar met Peter Aerts heb jij, tenminste, ik spreek Tom Haring nog wel eens. Die is de laatste keer te gast geweest hier. Die zei dat jij heel erg dik was met Peter Aerts dus. 2 jongens uit Brabant. Hoe zou je die relatie omschrijven met je gabber Peter? Weet je, als je met Peter uithangt, je lacht alleen maar. Er zijn nooit geen negatieve gesprekken. Al heeft er iemand een zware ziekte of zo, op een of andere manier weet hij het zo te twisten dat het funny is. Weet je niet? En ik weet, dat is heel erg slecht, maar... Hij heeft altijd een goede manier om het lachen eruit te brengen. Ik weet dat Mr. Bean en zijn hele familie, wat een goede familie heeft hij. Toen Mr. Bean uitkwam, die moeder, die vader, de hele dag. En alle dingen die de Mr. Bean zei, weet je, die Peter en iedereen, de hele dag door. En zo zijn ze. Weet je, ik weet nog, ik heb nog een foto van ons, terwijl hij K1 champion is. Ik begon just te vechten in Japan. Met dat we met waterpistolen staan, met gekleurde. Ik heb een oranje waterpistool en hij, weet je, allemaal heel... We dachten dat we stoer waren met waterpistolen. Weet je, we waren hartstikke... We zijn gewoon kleine kinderen, toch?
We waren ouder, maar we zijn gewoon nog kinderen. Ja, en er is ook iets met Brabanders en knokken. Op een of andere manier. De Brabanders zijn vaak militairen. Volgens mij zijn de meeste militairen in Nederland afkomstig uit Brabant en Limburg sowieso. Maar wat is dat met die Brabantse jongens die met een lach op hun gezicht de ring instappen en gewoon lekker beuken, ouderwets beuken? Hoe kan dat? Geen idee. Ik denk de sportschool ook bij Mengho op een gegeven moment, weet je. Die was in Brabant en daar begon iedereen daar te trainen. En Peter, dat was ongelooflijk, want zijn vader bracht hem 2 keer per dag, toen hij nog niet in Amsterdam woonde, naar Amsterdam. Ja. De ochtendtraining en dan weer terug naar de avondtraining. Dus er was een hoop dedicatie erin, weet je niet. En Peter was gewoon ongelooflijk. Die was hetzelfde als met Ernesto Hoost en al die figuren. Ik weet nog dat ze in 2005 of 2006 kwamen ze naar me toe. Roots of Fight. Ken je die company? Die hebben Ali, die hebben Mike Tyson, die hebben Bruce Lee. Iedereen hebben die. En die vroeg aan mij, ze wilde een t-shirt met mij gaan doen. Een kledingding. En als Nederlandse thai-boxer. Ik zei, dat gaat echt niet gebeuren. Ik zei, wat bedoel je? Ik zeg, dat geen thaiboxen, met een mixed martial arts. Ik zei, thaiboxen, dat is Peter Aerts, dat is de host, dat is Ramon Dekkers, dat zijn die jongens. Weet je, ik ben niks vergeleken bij hun. Weet je, laat me daar alsjeblieft voor weggaan. Dus ik heb gelukkig de mixed martial arts kant gekozen. Maar die kwamen eraan, die zeiden, oh, you're such a great striker. Hij zei, wel, niet toen ik aan het vechten was. Dat is allemaal later gekomen. Dus ja, daar had ik een enorm ontzag voor die gasten. Want wat ik al zei van tevoren, voor Peter of hij nou een brood gaat kopen of dat hij nou ging vechten, voor hem was dat precies hetzelfde. Weet je? Dus hij bracht zijn skill dat hij had van de ring, in de training bracht hij naar de ring toe. Ja, ja het is zo jammer dat in Nederland die kickboxgeneratie zo weinig, dus inderdaad Ramon Dekkers, Peter Aerts, Ernesto, Sam, mondiaal bekend. Van Japan tot Amerika, tot Rusland, tot Korea, noem het maar op. Maar in Nederland, eigenlijk pas sinds Badr en Rico, 5 jaar terug. Het is ongelooflijk. En nou steeds, Nicky Holske met die knockout die hij had, die uppercut en een leverstoot, weet je niet. En dan, je ziet het wel, wij zien het hier, maar ik hoop dat ze het in Nederland ook zien. Dat die jongens, die doen het zo goed nog, overal. Maar ze krijgen gewoon niet de eer die ze nodig hebben, die ze verdienen. Nou, daar gaan we wat aan doen. Maar dat weet jij. Hey, even iets anders, hè. Ik denk dat Nederlanders langzaamaan misschien wel een beetje van een transitie aan het maken zijn van het kickboksen steeds meer naar het MMA. En tot nu toe zie je dat ze inderdaad vooral nog stand-up fighters zijn. Hè? Maar Dutch kickboxing is natuurlijk ook de norm voor het stand-up fighting. Ja. Hoe zie jij de kansen dat Nederlanders zich gaan ontwikkelen tot all-round MMA atleten? Well, die zijn heel erg goed. Als je naar Musashi kijkt, die Gegard, die was altijd al equal wins bij submission en bij knockout, weet je niet. Ik vond het ook als Alistair Overeem begint voor submissions te gaan. Nou, en die doet nog supersterk. 40 jaar oud, niet te geloven hoe die eruit zag de laatste keer, weet je niet. Prachtig. Dus die heeft nog steeds een goede kans, ja. Dus dat begint te komen. Luister, het is heel erg makkelijk. Voor mij was het heel makkelijk. Ik verloor de 3e keer bij submission. En ik ken heel slecht tegen mijn verlies. En dat was het. Ik zei van, oké, nou moet ik het leren. Ja, maar ik wil het niet leren. Het is een domme sport. Weet je, op de grond met elkaar rollen. Ik vond het helemaal niks. Maar ik moest het doen. Dus ik begon te leren. En op een gegeven moment kwam ik erachter die amount of combinaties die er zijn. En de dingen die je kunt doen. En ik had altijd gedacht, ah, het is een sport voor sissies. Weet je, nu stand up, fight like a man. Dat heb ik een keer eens gezegd in een gevecht tegen Frank Shamrock. Toen hij zei, ik kom dan naar beneden. Ik zei, nou, stand up, fight like a man, dude. Hij zei, dude, dat is het dommeste ding wat ik ooit heb gezegd. Want als je erover na grondvechter, ik kan elke joint voor jou kan ik dislocate en ik kan elk bot breken wat ik wil. Maakt niet uit welke. Ja. Dat is the big power to have as a submission fighter, weet je niet. En toen ik dat in één keer in de gaten kreeg, dacht ik van wow, en toen werd ik obsessed. Toen begon ik 3 keer per dag te trainen. Ik droomde erover, poep mijn vrouw in het midden van de nacht, maakte ik wakker. En probeerde de submission uit die ik net verzonnen had in mijn hoofd, in mijn droom. Werd ze zo wakker. Ja, en ze doet je arm, je schouder dus zeer. Ja, zie je, dat is een keer neerschrijven de volgende dag. En ga maar weer slapen, schatje. My poor wife. En dat is een hoop keer gebeurd, hoor. Of een hoop, een stuk of 6 keer. Maar ook op. Weet je, hey, kom eens naar voren, leun even naar voren. En dan pakte ik er een verwerking. En dan zei ik, word je duizelig of voel je dat op je strot? Dan zei ik, word duizelig. Ik zei, zie, is een bladje ook. En dan moest ik weer. Dus maar weet je wat is? Als je iets gaat doen en je valt erin in love with it. En obsessed with it. Dan word je goed, want je doet het de hele dag. En dat was de laatste. Ik had nooit meer verloren. Mijn volgende de 8 partijen die na mijn laatste submission loskwam, won ik bij submission.
eentje gewonnen met submission control, maar die andere al allemaal bij submission. Dus in één keer had ik me eigenlijk helemaal omgeflipt. Ik heb actually meer submission victories now dan ik heb dan knockouts. Weet je niet? En omdat ik er gewoon, ik werd er verliefd op de sport. En ik kon er niet mee stoppen. En dat maakte me gewoon heel erg goed in één keer. Nou, ik ga denk ik vanavond ook een submission uitproberen op mijn vrouw. Nee hoor, grapje. Keep it clean, keep it clean. Ik krijg al meteen een waarschuwing. Ik zeg, vanavond kijk ook even kijken of ze niet in de buurt is, weet je niet. Hey, Guapo. Over de Nederlanders in het in de UFC. We hebben natuurlijk een aantal hele prominente. Hè? Dus we hebben Alistair Overeem, we hebben Stefan Struve, Musashi. En natuurlijk de Iron Lady Germaine de Randami. Zou het mooi zijn of zou het beter zijn als er in Nederland iets meer waar je het net zelf over had, een soort van submission cultuur zou kunnen komen, waarin iets betere MMA wordt lesgegeven. Dus standing in combinatie met grappling en Brazilian Jiu-Jitsu. En hoe denk je dat wij daar nu staan? Liggen we daar nog in achter? Daar probeer ik naartoe te gaan met een verhaal wat ik net vertelde, dat ik op een gegeven moment de laatste partij verloor. En dat is het enige wat iemand daar nodig heeft. Die moet een paar keer verliezen bij submission en die moet hetzelfde zeggen als ik. Hey, dit slaat nergens op. Als ik dit niet leer, dan kan ik geen wereldkampioen worden. Ja, dan kan ik wel kampioen worden, maar misschien de keer als je je titel moet verdedigen, dan verlies je weer met submission. Waarom zou ik dat doen? En die moeten gewoon die stap maken om striken te laten gaan. Niemand wil met ons striken anyway. Als ik hier, toen ik aan het vechten was, niemand wil bij mij staan. Iedereen wil naar de grond, want je bent uit Nederland. Dus dat ken je al, dat hoef je niet meer te kennen. Doe het precies het omgekeerde, dat heb ik gedaan. Ik heb op een gegeven moment gezegd, ik deed twee keer of drie keer per dag deed ik type-ads. Vol, maar de rest deed ik gewoon alleen maar grondvechten. En als ik het kan doen, kan iedereen het doen. Het is gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Je moet er gewoon ziek van zijn dat je niet meer wil verliezen bij submission. En daar heeft voor mij alles geregeld. En ik wil gewoon dat dat ook daar gebeurt. Kijk naar een Gegard Mousasi. Weet je, die we beginnen met triangle chokes en iedereen zit te pakken. Dat zijn ongelofelijke vechters. En ik kan niet begrijpen als je mixed martial artist bent, dat je het grondvechten niet leert. En voor mij is dat, slaat nergens op. Het is hetzelfde als met als je een schilder bent en je komt met een halve blik verf, dat je niet genoeg verf bij hebt. Het slaat nergens op, want je hebt die hele blik nodig. Snap je? Maakt no sense to me. Dus hopelijk komen ze erachter en gaat het gewoon doen. Dat is het enige. En wat is nou de beste basis voor het grondvechten? En dat is misschien leuk voor onze kickboxers die luisteren. Want ik hoor heel vaak dat worstelen een ontzettend belangrijke is. Hè? Dus wrestling, grappling. Ja. Natuurlijk Brazilian Jiu-Jitsu. Maar waar ben jij mee begonnen? Wat was jouw grondbasis? Waar begon jij mee? Mijn grondbasis was wat Chris Dolman me daarmee gegeven. Mijn echte ontwikkeling heb ik gewoon helemaal zelf gedaan. Ik heb mezelf les gaan geven. Ik heb gewoon gekeken wat er is. En dat probeerde ik gewoon na te doen. En dan kwam ik erachter. En ik ben altijd zo'n figuur. Kijken of ik het beter kan maken. Waarom niet? Weet je niet? En als je het niet beter kan maken, dan kan je het wel beter maken voor jezelf. Voor jouw lichaamstype. Weet je? Dat is altijd iets wat je kunt doen. En ik ging experimenteren. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat iedereen die weet hoe er een submission uitziet. Maar ze weten niet wat er aan de hand is. En toen ik die omschakeling ben gaan maken. Voorinstens in het begin zei ze, oh, je moet gewoon leren hoe je uit een armbar blijft. En uit een triangle choke blijft. Dat moet je gewoon leren. En ik kwam en het werkte gewoon niet. En toen kwam ik erachter. Ik dacht, wacht eens even. Als ik weet hoe ik alles weet van hoe ik een triangle choke moet aanzetten. Dan weet ik automatisch hoe ik eruit moet blijven. En dat was het. Toen begon ik gewoon alles te doen. En toen, ja, ik heb misschien twee keer afgeklopt in mijn hele leven in training. Nadat dat gebeurd was. Heel okay. Vreemd. En twee keer was ik heel wat dronken. De volgende dag dat ik ook bijna moest overgeven. En daarom klapte ik af. Dus ik ben één keer heel erg goed geworden. Maar gewoon doen. Het is gewoon doen. Je moet het begrijpen. Als je begrijpt wat je doet. Een voorbeeld wat ik altijd gebruik is een figure four. Dat is wat ik deze doe. Weet je, dat noemen ze hammerlock. Dat is een hoop namen voor een figure four. Iedereen weet hoe het werkt. Hoe het eruit ziet. Maar niemand weet hoe het werkt. Niet een hoop. Als ik professionele vechters zie die de hand hier hebben. Moet je kijken, als ik mijn hand omhoog. Dit is hoe ver mijn elleboog omhoog is. Je moet voorstellen dat ik op de grond lig, weet je niet? Nou, als je je hand naar beneden doet, dan kan die elleboog niet omhoog. Dus je moet eerst de hand naar beneden doen en dan moet je pakken. Dat is een witte belt move, wat ik nou hier laat zien. Ja. En een hele hoop professionelen weten dat niet. Want ze weten niet als die hand naar beneden doet. Ze weten wel hoe het eruit ziet, maar ze weten de mechanische whatever you call it niet. En als ze dat begrijpen, dan is in één keer valt alles samen. Want dan weet je precies wat je moet doen om eruit te blijven. Ja, het is dus een beetje de anatomie van het vechten wat je onder de knie moet krijgen. En dat is waarschijnlijk alleen maar door trial and error. Dus zelf ook af en toe een pak rammel krijgen.
Of een gewricht dat even de verkeerde kant wordt opgebogen. Even iets anders. Jij hebt natuurlijk, je bent heel succesvol geweest, met name in Japan en in de UFC. Ook met je grondwerk. Maar ik heb wel eens opnames gezien van mensen die bij jou in een choke lagen. En volgens mij was het een Japanner, daar lag jij bovenop. En je had hem in een neck choke, in een neck crank of zo. En die gozer die ging oud. Maar volgens mij is die ook 6 maanden oud geweest. Klopt dat? Oh, nee. Dat was, dat was een... Of er zijn er een paar geweest. Oké, die ene dacht ik dat ik... dat was een side choke. Ik dacht dat die dood was. Dat was heel erg eng. Want die wat... Die had net half uur gevochten tegen Ken Shamrock. Oh, en ik had hem in 1,5 minuut had ik hem in die verwerking. En ik kon niet geloven. En in mijn corner zat roepen, alles wat je hebt, weet je, alle kracht. Dus, en wat ik al zei, ik trok mijn eigen 9 keer op. Ik was sterk toen, weet je niet. En ik trok alles wat ik had. En later zag je in het gevecht dat hij was al lang uit. Maar ik ben nog 10 seconden aan het doortrekken. Dus ik hoor op een gegeven moment, ik hoor... Oh. En dan zie je mij, ik heb gezegd, ik zei, hey, are you okay? En toen keek ik naar hem en zijn ogen waren open. En er waren bobbeltjes bloed, weet ik nog. En hij was zo geluid uit. Hij was al stervende. Ja, iedereen hoor. Iedereen duikte erop. En die shit is dood, weet je niet. Maar mijn eerste partij, die sloeg je in de coma voor 2 dagen. Dat was ook heel erg gek. Dat wilde ik ook niet meer doen. Weet je niet, want ik weet nog dat ik heel hoop geld heb verknald aan telefoonkaarten. Bellen naar mijn vrouw. En ze zei, ja, hij is er steeds niet uit, weet je niet. Ik weet niet, als hij er niet uitkomt, dan doe ik dit niet meer. Dat was ook heel erg gek. En toen had ik een partij, dat was met June Blooming. Dat zijn de 3 ergste dingen die ik gedaan heb. En niet weten hoor. Ik was met June Blooming, we waren met een groep vechters. En we zagen de preview van ons gevecht op straat. In het midden van de straat, een heel groot scherm op een gebouw in Japan. Boom, hybrid wrestling, pancras. En we kijken en het eerste wat we zien is mij, boom, die vet knockout slaan van mijn eerste partij. Wauw, hey, kijk naar de schaaf had. En John weet, wij kijken. Toen zie ik iemand zitten, dat was early in mijn career. Zag iemand in een half guard en die pakte de hak van zijn opponent en die viel naar achteren. Dat was een inverted heel hook. Maar ik wist niet eens wat de naam was. En ik kijk naar John Bloom en ik zei, wauw, dat is wel cool, dat moet ik onthouden. En de volgende dag ben ik aan het vechten. Die positie, ik denk maar het is wel proberen, weet je niet. Maar omdat ik het nog nooit gedaan had, had ik niet in de gaten hoeveel kracht ik zou zetten op zijn knieën. En in dit geval brak zijn scheen door de midden. Oh. En dat was ook niet zo goed. Dat verhaal heeft mij een honorary 5th degree Kyokushin gekregen van John Blooming. Hij zegt, je zag het gisteren op tv en de volgende dag won je ermee. Je zegt toch tegen mij, zei hij. Even voor de duidelijkheid, John Blooming is een beetje de godfather van de Nederlandse martial arts. De man heeft het meegenomen uit Japan. En nadat hij als 17-jarig had meegevochten aan de zijde van de Amerikanen in de Koreaoorlog. Hands down, misschien wel de meest belangrijke man voor martial arts. Dus leuk dat je die eer kreeg van John Blooming zelf. Ja, stoer hè, dat is echt stoer. Ja, dat is een goede gozer. Hij is de hoogste dan na Masoyama. Ik geloof de 11e dan of zo. Is ongelooflijk. Dat is de kudo. Ken je kudo? Dat is zeg maar... Dat is een beetje een sambo, is dat. Met van die gekke maskers op. Die ze hadden bij Daigo Gojuki, you know. En met worpen en zo. En de founder daarvan... Die heeft al zijn black belt gekregen van John Blooming. Dus dan kun je zien... En dat is een Japanner. Ja. Dus dat is best... Wauw, ongelooflijk. Hey, nou laten we hem even doorpakken naar vandaag de dag. Kijk, het kickboksen is natuurlijk groot geworden door de rivaliteit tussen Rico Verhoeven en Badr Hari in Nederland. Hè? Dus laten we zeggen onder het mainstream publiek en niet in de niche waar het in de jaren voorheen onder zat. Nu, aanstaande zaterdag, gaat Badr tegen Benny in de ring stappen. Wat verwacht jij van die partij tussen Badr Hari en Benny Adegbuyi, probeer het toch te zeggen. Oh, shoot. Ja, dat is een harde partij. Benny, die is ook super powerful, right? Ja, grote jongen. Ja, ik heb de kickboxing. Ik heb, want de laatste partij die ik gezien heb, is Nicky Holske met die op elkaar in de lever stoot. Dat had ik gezien met ONE FC. Maar dat, van de rest heb ik niet echt bijgehouden. Maar ik denk dat het. Ik weet dat het een hele zware stoter en trapper is. En er zijn van die mensen die in één keer uit van links komen. En dan zijn ze in één keer op het toneel, zeg maar. En die nergens niks omgeven. En dat kan wel eens een heel goed probleem worden voor Badr Hari. Nou, het is freaking Badr Hari, weet je niet. Nou ja, kijk, het interessante aan Benny is natuurlijk... hij had een partij verloren tegen Rico op knockout. Hè? Rico had een goed knockout geslagen. Oh, precies. Yep. En daarna is hij de trainingspartner van Rico geworden. Nou ja, en eigenlijk stond de partij natuurlijk... De trilogie tussen Rico en Badr... die er alsnog gaat komen waarschijnlijk binnen een paar maanden...
Maar dus we hebben daar veel verwachtingen van. Maar de trilogie tussen Rico en Badr is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. En ik neem aan dat jij dat ook hebt gevolgd, de afgelopen twee partijen. Hoe heb je die ervaren? Ja, twee keer geblesseerd worden, dat is gewoon niet goed. Er moet iets aan de hand zijn dan. Right? Waarom zou iemand twee keer achter elkaar dat gebeurt? Dus ik zou heel graag een derde partij, want Badr was het supergoed aan het doen. Hij is een freaking animal. Alles wat hij doet is hard. Waar hij mee raakt, kan een probleem zijn. En dat is altijd gevaarlijk als je zo iemand vecht, weet je. Het is all over the place. Maar Rico is iemand, dat is een diesel. Rico need to be woken up in the first round, weet je. Zeg maar zo'n Mayweather. Die moet een paar klappen krijgen en die leert ermee om te gaan. En dan is langzaam maar zeker, dan komt hij terug. En hij heeft ook een ongelofelijke conditie. Weet je, en toen ik Badr Hari zag in één keer dat hij veel groter was, dacht ik, dat kan wel eens een probleem worden met zijn conditie later. Maar ik denk dat hij echt moet gaan naar kijken wat er aan de hand is met zijn arm. Ik denk dat het iets is dat het kan zijn. Luister, ik heb mijn pezen zijn heel erg ontstoken geweest. En dat was de reden dat ik moest stoppen. Misschien heeft hij zoiets. En als je zoiets hebt, luister, dat is inderdaad super pijnlijk. Dat is ongelooflijk. Dus zozeer, als ik dat begon 6 weken voor de partij, dan was ik elke dag zou ik het hebben. En ben je helemaal naar de kloten, je kan niet eten van de pijn, je kan niks pakken. Want als je pillen pakt, dat gaat verkeerd met je hoofd natuurlijk, je lever alles verkeerd, je moet allemaal op dat dieet blijven. Dus, maar hij moet erachter zien te komen wat het is, voordat hij die partij heeft, voordat het een derde keer gebeurt. Want dan gaan mensen praten. Ja, nou ja, en hij staat nu de ring in, met net COVID te hebben gehad. Sorry, heeft hij net COVID gehad? Ja, Badr heeft net COVID gehad en nu gaat hij toch de ring in met Benny. Ja. Oef. Ja, wel, ze zeggen dat de COVID op je longen slaat. Hij had last van zijn longen. Hij zegt dat hij nog nooit zo ziek is geweest en dat hij al zijn testament aan het schrijven was. Zo erg had hij het te pakken. En hij zegt dat hij inderdaad met name de pijn in zijn longen had. Dus dit is dus mijn raad naar Badr Hari en ik hoop dat hij er echt naar luistert. Laat een CT-scan maken van je hart. Dat is heel erg belangrijk. Wij waren met Karate Combat, waren twee jongens, allebei COVID. En hun COVID was weg, ze had ik CT laten maken. En allebei hebben ze iets op zijn hart nou. En dat komt van COVID. En als we ze hun hadden laten vechten, als ze de CT-scan niet gedaan hadden, toen zeiden ze dat ze heel erg makkelijk dood hadden kunnen zijn. Dus dan moet hij daar zou ik even dubbel laten checken voordat hij gaat knokken. Want als hij dat heeft, dat is echt gevaarlijk. Nou, dat is... Ik weet niet of hij dat weet. Ik neem aan dat hij wordt omringd met veel artsen. Maar ik ga er zeker voor zorgen dat deze boodschap van jou bij hem aankomt. Want de gezondheid prevaleert natuurlijk boven alles. Ja, laten we zeggen, de jeugd gesproken. Jij bent best wel, je hebt best wel te kampen gehad met oude blessures de afgelopen tijd. Hoe is het daarmee? Well, alle blessures die ik had, is heel erg vreemd natuurlijk. Ik was atletiek deed als een kind. Ik denk op een hoog level al. Maar toen begon ik pijn te krijgen in mijn armen. En later naar de rand, die pijn herken ik. Dat heeft mijn carrière gestopt aan het einde. Ik weet niet waarom het niet teruggekomen is in die tussentijd. Geen idee. Nou, alle andere blessures, die zijn gewoon geweest buiten vechten om. Ik heb mijn knieschijven, heb ik geen kraakbeen erop. Daar weten ze niet waar dat vandaan komt. Maar dat is heel erg pijnlijk en daar kun je niks aan doen. Dat is heel erg moeilijk. Een knie veranderen kan je wel, maar een knieschijf kun je niet. Die kun je er niet uitpoppen en een nieuwe erin doen. Zo werkt het niet. Dat is een heel erg zwaar probleem. En dan heb ik 4 nekoperaties gehad, maar dat komt ook weer van een tv-show. Weet je, ik was upside down, hing ik mijn benen omhoog en ik viel met me op de top van mijn hoofd. Oh. En toen kwam mijn nerves down en op een gegeven moment begon mijn arm kleiner te worden. Ik denk, kijk eens naar mijn arm, zei ik tegen mijn vrouw. Begint die nou kleiner te worden? En toen kwam ik erachter dat ik denk ik geen kracht meer in die arm had. Op een gegeven moment kon ik de trigger van de pistool kon ik niet overhalen. Wow. Zo zwak was mijn arm. Ja. En dat was heel erg eng. Een enge moment, weet je. Want als je van zo sterk naar in één keer zo gaat, dat is mentaal doet het iets, weet je. Maar toen kwam ik gelukkig, mijn hand kwam ik terug. Dit moet ik nog steeds focussen om te snappen. Maar dat kan ik in ieder geval weer. Ik kan weer iets vastpakken. Dus nu ben ik blij genoeg. Dan zeg ik, okay, Lord, I'm happy. I'm not complaining anymore. Ja, hey, ik heb je erover horen vertellen bij mijn favoriete podcaster, Joe Rogan. Yeah. En jullie hadden het over stamceltherapie en misschien TRT. En er waren allerlei dingen die je zou kunnen doen. Heb jij bijvoorbeeld dan ook wel eens stamcellen geprobeerd om dat in je gewrichten te spuiten en dat soort dingen? En werkt het? Ja, nou, stamcellen werkt
niet voor mijn probleem. Want mijn probleem is dat er is een nerve ergens en die is geblokt. En ze kunnen niet erachter vinden wat of hoe wat er aan de hand is. En ze moeten het voorstellen als een waterhose. Van een hernia. Een waterhose. Een tuinslang. Zo moet jij zien. Als er water eruit komt. Als je die inknijpt, de slang, dan komt er minder water uit. En zo werkt het ook bij zenuwen. Als je bekneld zit, dan komt er minder impulsie of elektriciteit uit, zo om te zeggen. Dus een stamcellen kunnen dat niet ontblokken. Weet je niet? Want dat gaat nou helemaal niet. Maar wat stamcellen wel voor mij deden, was dat ik mij heel erg goed voelde. Ik ken Mel Gibson en die familie. En die hebben mij opgezet daarmee. Oh, leuk. En zijn zus was aan het praten. En ze zei, ja, het is heel vreemd. Het lijkt alsof er energie uit mijn vingers komt. En dat vond ik zo vreemd dat ze dat zei. Maar ik weet nog dat ik mijn derde behandeling had gehad in Panama. Was ik naartoe gegaan. Ja. En vier behandelingen in 4 dagen doen. En na de derde behandeling belde ik mijn vrouw. Ik zei, oh, ik weet precies wat ze bedoelt. Weet je niet? Ik was elke ochtend voor 6 maanden of zo. Voelde ik net of er zo'n impulsjes kwamen. Boom, 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 uit mijn vingers en uit mijn tenen. Als een soort superpower of zo. Het was, ja. En wat er ook is, hoe ouder je wordt, hoe meer stamcellen je verliest. En als ze er 85 miljoen bijpompen, ja, nou ga je lichaam. En er zijn blankstammen, die komen uit een navelkoord. Dus die hebben nog geen stempel. Die zien jouw stempel en dan maken ze een kopie van. En nou is het jouwe. Wauw. Weet je niet? En als je meer krijgt, dan genees je beter. Ik had hoge, cholesterol. Ik had 220. En toen ik terugkwam, ik deed mijn bloed, had ik 150. Dat was 7 dagen later. Radicaal, man. 7 dagen van 22 naar 150. Dat was ongelooflijk. En ik voelde me goed. Alles was goed. Het werkte gewoon niet voor mijn zenuwen. Dus heb ik het ook in mijn knieën gespoten. Heb ik het ook in laten spuiten. Dat werkte ook niet. En toen heb ik... wat Joe Rogan heeft gedaan. En Dana White. Regenokine. Dat heb ik ook nog geprobeerd. Dat werkte ook niet. Het is gewoon een groot probleem. Het moet gewoon... Ik weet niet wat we moeten doen. Dus misschien een wachtcame. En anders komt het niet meer terug. Too bad. Nou ja, kijk, ik weet dat de wetenschap gaat nu zo ongelooflijk hard met al die dingen. Hè? Dus wellicht op korte termijn. Dan wilde ik nog even gaan naar de toekomst en wat je nu allemaal doet. Nou, je was zo bescheiden om zelf te zeggen, ja, ik ben geen Hollywoodster, ik ben geen acteur. Maar je bent wel degelijk in Amerika een hele bekende televisie- en ook wel filmpersoonlijkheid. Kun je misschien nog 1 keer aan ons vertellen hoe dat zo zich heeft ontvouwen voor jou? Ik had een paar jaar... Oké, mijn straatvecht-DVD, die hebben ze opgeknapt. En ik wist niet dat ik... Een beetje die. Ja, nou, maar dan moet ik wel even introduceren, Bas. Want daar gaan we wel even een linkje van toevoegen. Dat is self-defense bij Bas Rutte. Je dag is goed, geloof het me. Ja, en iedereen keek het. En die clip die werd zo bekend... dat ik in 1 keer heel op werk kreeg. Grand Theft Auto, videogame. Daar heb ik mijn eigen tv-show in de game. Ga maar eens naar YouTube. GTA 4, Bas Rutte, moet maar eens doen. Er komen twee episodes van mijn tv-show in de game. Is super lachen. Alle fight choreography doe ik ook. Dus wat er aan de hand was, die clip die gaf mij zoveel werk. En op een gegeven moment belden ze mij en ze wilden een comedy doen. Een short comedy. En daar zou ik de main rol van zijn. En dat heb ik gedaan. En dan won eerst de prijs als best comedy in New York. At the Film Festival. Wow. Toen ik was al een tijd... Ik ken Kevin James ken ik al jaren. Die ken ik al 23 jaar nou. Weet je, het moment dat ik binnenkwam, 2 maanden... Want hij wist dat ik hier was. Hij was altijd een fan. Heeft mij uitgenodigd. En boem, we zijn vrienden geworden. En die deed me altijd al in little episodes van zijn tv-show. Ja. Weet je, hier en daar. En op een gegeven moment... zei hij, hey, ik heb een nieuw script. Ik wil het graag lezen in de klas. Hij zei, je zit erin, je bent Nico. En ik was aan het lezen. Nico, dat was één scène was er dat ik in de klas zat ergens. In ieder geval, ik dacht dat, oké, dat is de scène. Want ik had nooit verwacht. En toen kwam ik er in één keer achter dat het een major part was. Dat het een supporting actor part was. In een grote film. Met Salma Hayek en Henry Winkler en Kevin James. En ik, wij zijn de 4 lead actors. Here comes the boom. En die film heb ik alleen maar, die heeft hij alleen maar kunnen overpraten, de Sony Studio, door die comedy die ik gemaakt had. Door de Sony Studios die zei van ja, hij is een vechter. Weet je, ik kan niet acteren. Toen zei hij, kijk even naar dit, deze short comedy. Kingdom of Ultimate Power. Dat is de naam. Hoor. Moet je maar eens kijken, die kan je ook wel vinden op YouTube. Is funny. Gaan we zeker even kijken. Ja, dat was de doorslag. Daar hebben ze van gezegd, oké, daarom kan je die film doen. En in 1 keer zat ik in die film en als je op een gegeven moment in een grote film zit en je doet het goed... Weet je niet, dan heb je meer, krijg je meer kansen natuurlijk. Maar ik had altijd al een probleem met films vinden, want ik had een wekelijkse tv-show. Die heb ik 9 jaar op tv gehad, elke vrijdag live. Inside MMA.
En zij hebben me mee, dus het is heel moeilijk om films daarmee te doen. Dus alleen grote dingen deed ik, zoals Here Comes the Boom. Toen ben ik 2,5 maand voor die show weg geweest, weet je, om die film te doen. Maar dat was een grote film. Maar alle kleine rolletjes, die heb ik altijd nee gezegd, want ik wilde gewoon Inside Me meedoen. Ja, 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 ja. En de laatste keer dat ik je sprak, was je ook al vrij intensief bezig weer met Kevin voor zijn sitcom Kevin Can Wait. Hoe is daar mee op dit moment? Ja, de zonde is afgelopen. Heb ik 21 episodes meegedaan. En als het naar een derde seizoen was geweest, was ik een series regular geworden. En dat had ik heel erg gewild. Maar toen is hij helaas gecanceld, de show. Ah, dat is, denk ik, de beste baan die ik ooit gehad heb, een sitcom. Je lacht de hele dag en de uren zijn zo makkelijk. Het is ongelooflijk. Het is echt niet zoals op een filmset. Dit is veel minder. Je werkt een dag in de week. Misschien 10 uur. Weet je, het is ongelooflijk. En je lacht. Heel de dag door. Allemaal aan de grappen. Komen de hele dag. We hebben 5 schrijvers. Ja, dat is een leuke baan. Hey Bas, wat kunnen we jou van jou in de toekomst verwachten? Wel, mijn longtraining device, wat mij van mijn astma heeft afgehaald, gecured, dat doet het nou heel erg goed. Nou heb ik longdokters die het kopen, die het van de verzekering krijgen. Nou heb ik alle medische wetenschappen die het op kan beden, published medical journals. Waar kunnen we het vinden, Bas? Op o2trainer.com. O2trainer.com. 02 heb ik ook gepakt voor de zekerheid, want ik weet mensen dat doen. Dus als je 02-trainer doet, werkt het ook. En dan zeg je Bas Rutte longtrainer. En kijk uit als je serieus bent met conditie of COPD of astma, anxiety, PTSD. Het werkt voor alles. Als je naar Bas Rutte's O2 Bootcamp op Facebook gaat, dan zie je echte users. Ik denk zo'n 4.500 plus. En die kun je alle vragen stellen. Dan kan je zelf zien wat het doet. Ik heb nog niemand meegemaakt waar het niet bij gewerkt heeft. Mijn reclame is dat als jij astma hebt en je gebruikt het voor 30 dagen... en je astma is niet 70 of 80% of weg, dan krijg je je geld terug. Wauw. Zo overtuigd ben ik ervan. Maar ik moet wel 30 video's van jou zien dat je actually doet. Want het duurt 4 minuten per dag. Maar ja, iedereen, 4 minuten per dag, dat kan ik doen. Ja, dat doe je voor 10 dagen en dan is het 1 keer 4 minuten wordt weer te veel. Weet je. Iedereen is allemaal te bezig tegenwoordig. En dan stoppen ze ermee. Maar als je mij 30 van die video's laat zien, gewoon timelapses, want die post ik zelf elke dag op die Facebook. Elke dag doe ik het, vooral sinds mei 2018 doe ik het elke dag. En dat post ik ook. Oh, dus als ik het kan doen, kan jij het doen. En dan op zeker wordt je COPD of je astma veel beter of het gaat weg. Oké. Okay. Nou, we gaan hem afronden, maar ik heb nog 1 vraag voor je. Oké. Okay. Ik zit gewoon te wachten totdat jij gewoon die Netflix comedy special gaat doen. Stand-up comedy. Ja, stand-up comedy. Weet je, dat zijn leuke dingen en die kan je in de... Het is goed om... als je wat gedronken hebt, dan ben je heel erg goed. Maar wat die jongens doen, dat is heel erg moeilijk. Ja. Weet je, het is zo moeilijk om helemaal relaxed te zijn en erin te schieten. Dus ik doe die public lezingen, doe ik 1500 man en dan moet je praten, weet je. En ik ben een figuur, want het enige wat je kan helpen is... Preparation. Ja. Weet je, ik kan het gewoon dromen. Ik heb 10 bullet points en ik praat 45 minuten. Ik heb 1 ding zie ik en dan kan ik weer 5 minuten praten, weet je niet. Maar dan, ik doe het over en over, 3 keer per dag, weken achter elkaar om het er helemaal in te doen. En dat is met comedy ook. Het is echt heel erg moeilijk. Ik ben met Kevin gewoon voor de lol. Hij had een nieuwe tour die hij ging maken. Dus ze vroegen voor Netflix. Toen had hij een tour. Gingen we van de Oostkust naar de Westkust en van de Westkust weer terug. In 10 dagen. Ja. Met de auto. En we zijn elke stad stoppen, weet je, weer 20 uur rijden. En dan naar een andere stad. Een paar uur slapen, weer een show. En dan zie je hoe dat helemaal in ontwikkeling gaat. Dat is een hoop werk. En is, ja, je hebt hele goede schrijvers nodig. Ik zou het heel graag een keer proberen. Want het is iets waar ik heel erg bang van ben om te doen. En daarom wil ik het proberen. Kijken of ik het kan doen. En gewoon maar 5 of 10 minuten. Weet je, Kevin heeft al gezegd, als je 10 minuten leert, kan je de opening doen voor mij. Dus dat kan wel eens zijn dat ik... Dat ik ga doen. Maar 10 minuten maar, niet meer. Nou, hartstikke cool. En het lijkt me ook zo leuk als ik jou een keer in mijn andere favoriete podcast kan zien. Two Bears, One Cave van Tom Segura en Bert Kreischer. Okay, ze hebben het nog wel eens over jou. En volgens mij, die chemistry zou volgens mij ook hartstikke mooi zijn. Maar ik moet hem afronden. Ik krijg kwaaie blikken. Okay. Bas Rutte, het was een grote eer. Dank je wel dat je hebt meegedaan met Vechten met Moskowitz. En iedereen check out zijn astma medicijn. Ik ga ook een linkje posten. Bas, Godspeed and party on. Godspeed and party on. Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good Life Radio. Ooh.